En we gaan direct naar Breda toe. Ik voel hier zelfs de hitte van het vuur achter me. Omroep Brabant met Jolien van Brink. Wel is het aan te bevelen om ramen en deuren gesloten te houden. De brand is nog zeker niet meester. De chair, maar ja. Ja, verschrikkelijk. Neem een petje af voor iedereen die aan het werk is. Je luistert naar Omroep Brabant. Vanwege het nieuws dan meteen door naar de verslaggever ter plaatse. En dat is Martijn de Graaf. We horen heel veel sirenes gaan. Is er iets duidelijk over slachtoffers? De drugswereld is er één van miljoenen. En Brabant zit daar diep in. Hoppatee, ja. Steek je een post? Waar ik je om help. Dat mag. Echt. Het gevoel. Door de een wordt hij verguisd en door de ander wordt hij bejubeld. Het is allemaal zo krom, meneer. Het is allemaal zo krom. Ik ben helemaal stil. Je zijn echt met Tilburgse kindjes. Ik dacht altijd dat je bij mij in de straat zou wonen. In een Nieuwlandstraat? Nee, je woont bij mijn broer dan in de straat. Oh. Dit was een makkelijke vraag, die wist ik. Het gevoel van hier. Kan u weer! We huilen over de finish en daarna genieten mijn drie meiden om lekker te knuffelen. Deze spanning heb je natuurlijk nooit niet gehad en ik heb een natte bil na. 1, 2, 3, 4! Ja, ik vind Breda gewoon geweldig. Ik zal altijd in Breda blijven wonen. Dit is wel een mooi feestje, ja. Hebben we er wel zin in, hoor? Ik zwaai aan, man. 5 maanden lopen. Ja. En als het moet, 7 maanden. Als we met de carnaval met terug zijn. Hallo. Omroep Brabant met Van Spiets.